Nou, de maandag is ook weer voorbij. Ik was er zelf maar een paar uurtjes. Vanochtend de trap uitgezocht. In ieder geval de traphoek is bekend. Maar wat voor treden wil je dan? Wat voor leuning wil je dan? Wil je nog een werkje? Wil je in het hekje? Wil je rotbespijlen, spijlen? Vierkante spijlen? Enzovoort, enzovoort. Dus dat hebben we vanochtend gedaan. Nou, hier is inmiddels dit gat dicht. Met een gat gemaakt voor de ruit. Hiernaast komt precies dezelfde formaat eruit. Dus dan heb je een beetje een gevoel hoeveel licht er gaat komen. Hier zit inmiddels een stuk dicht. Dit is ook al dicht gemaakt. En er is hier aan de buitenkant wel wat gefabriceerd. Ik weet niet of dat goed te zien is. Hier zo. Hier op zich. Dan moeten we natuurlijk isoleren en ook de aansluiting vinden met de uitbouw van de buurvrouw. Dus dat hebben we daar veel tijd vandaag in gaan zitten. En met dit soort dingen. Zodat alles klaar is om straks die dakplaten erop te leggen. Ik zelf heb deze balk flink geschuurd. Want die willen we gaan bijten en die blijven in het zicht. En nu kan ik er natuurlijk nog makkelijk bij. Net nog even het karretje weg leeggemaakt. Die is weer leeg en kan weer gevuld worden. Dus een paar kleine klusjes voor mij deze dag. Het is alweer dinsdag en nu is het echt tijd voor de dakplaten. De heren Kraaienveld zijn al begonnen. Vanochtend nog wat materiaal opgehaald bij een collega van me. Wat we kunnen gaan gebruiken voor het ventileren. Hij heeft zelf ook zo'n verbouwing gedaan. Dus als jullie snel meelopen, gaan we naar boven en gaan we die dakplaten erop zetten. Mooie dag. Het was wat later deze dag, dus hier even een bespreking hoe we dit zo efficiënt mogelijk kunnen doen. De eerste plaat zit er al op. Nou, je ziet nu rechts beneden op die kar leggen we elke keer een plaat. Die zagen we dan af met de cirkelzaag. En de resterende helft wordt dan met een handzaag verder doorgezaagd. Want het zaagblad van de cirkelzaag die komt niet helemaal door die plaat heen, omdat die gewoon weg te dik is. Nu zagen we er een aantal op maat. Die zetten we daar allemaal beneden neer. Zo kunnen we, als daarna die platen al groot deel is gezaagd, kunnen we die dan één voor één naar boven brengen. En gaat dat allemaal iets sneller. Die platen zijn ongeveer met z'n tweeën wel prima te tillen. En we zetten ze gewoon elke keer op een gording. En duwen we zo langzaam omhoog. Als we uiteindelijk weten dat hij goed staat, dan schroeven we er een schroef in, zodat hij nergens meer heen kan. Nou, dan doen we er een afwerkstrip in aan de zijkant. Die zorgt dat aan de binnenkant het er gelijk netjes uitziet. En dan schroeven we elke keer die plaat op zo'n gording vast. Per gording 3 schroeven. Belangrijk is daarbij dat je zo rechtstandig mogelijk, zo haaks mogelijk, die schroef erin draait. En dat je aan de andere kant wel in zo'n houten gording komt. En niet een gaatje prikt. Want aan de andere kant zijn de platen gelijk afgewerkt. Dus dat ga je direct zien. Nou, in de platen, daar zit dan een soort van gultje gemaakt aan de bovenkant. Dus als je twee platen naast elkaar zet, dan spuit je daarboven pur. Even kijken waar dat te zien is. Kijk, hier doen we zo'n strip erin. Nou, even vastzetten met schroeven. En vervolgens naar bovenin. En dan pakken we de purbus. Kijk, en die spuit je dan gewoon in die naad. En daarmee maak je die platen helemaal luchtdicht. Dus dat doe je gewoon van boven naar beneden. En zo komt daar helemaal geen lucht meer doorheen. En dat doe je ook aan de onderkant van elke plaat. Dus zo zorg je dat het helemaal luchtdicht wordt. En dat herhaal je gewoon plaat voor plaat. De week is weer door midden. Het is woensdag. En hier plaatsen we de damp open folie. Dit is een extra zekerheid dat het dak helemaal dicht zit.
In principe met al het purschuim in de naden zou het dak al waterdicht moeten zijn. En als er dan dakpannen opkomen, dan is het helemaal waterdicht. Maar dit is voor extra zekerheid. Mocht er ooit een dakpan beschadigen en er toch wat lekkage komen, dan zorgt deze folie er in ieder geval voor dat het allemaal droog blijft binnen. En er ook niks tussen de platen kan lopen of wat er dan ook kan gebeuren. Dus die niet je gewoon op die houten latten die op de platen zitten. Eigenlijk niks spannends aan. En je zorgt dat ze een aantal centimeter, 10 centimeter overlappen. En je legt uiteraard eerst de onderste neer, dan de tweede, dan de derde. Want dan heb je een soort dakpannetje. Dan loopt het van de ene folie op de andere folie. Nou, daar nieten we weer wat latten bovenop. Dunne latten die de dampopenfolie op zijn plek houden. Maar ook waar we straks de panlatten weer op vast kunnen spijkeren. Dus dat doen we voor deze kant en daarna ook voor de andere kant. Nou, in de middag hebben we ons ontfermd over de opening boven en naast de garagedeur. En hier links in het scherm zien jullie de afkortzaag. We zijn daar een rekje aan het maken wat boven de deur komt. Dat rekje zien jullie hier, dus dat komt erboven. En dat geeft ons de mogelijkheid om dan van aan de buitenkant aquapanel er tegenaan te schroeven. Dat is hetzelfde grijze spul wat we ook gebruiken bij de uitbouw boven. En dat zorgt ervoor dat het straks allemaal zoveel mogelijk winterwaterdicht is voordat de vakantie begint. Nou, we maken natuurlijk ook aan de zijkant van de deur zo'n rekje. Welkom deze vrijdagochtend. Bijna weekend. Nee, nog één nachtje knallen. Ja, Rinus, het is bijna weekend. Gisteren was voor mij een halve dag. Dus ik heb niet heel veel gedaan. Ik heb de garage hier dichtgemaakt aan de zijkanten. Met aquapanel. Dus dat is eigenlijk een soort stukplaat voor buiten. En daar bevestigen we straks de 18 centimeter aan isolatie aan vast. Gebroeders Kraaienveld, Tony en Rinus hebben gisteren in mijn afwezigheid de panlatten erop gezet. Aan deze kant en aan de andere kant. En er zit hier al, ja, dat is denk ik slecht te zien op de film, de metalen stripjes waar dan een balk op komt waar dan de nokforsen weer opgelegd kunnen worden. Dat zijn de pannen op de nok. Over, wat is het, 2 weken is het bouwvak. Dus dan is het mooi als we zoveel mogelijk dicht hebben. Want dan ben ik er zelf ook 2 weekjes niet. En de andere 2 weekjes klus ik hier alleen verder. Ja, ik weet niet wat er vandaag op het programma staat. Ik denk dat we nog verder deze achtergevel gaan dichtmaken met het aquapanel. Dus dat gaan jullie straks zien. Nou, het beeldmateriaal daarvan is verloren gegaan. Hier zien jullie al dat het helemaal voltooid is. De camera die bedacht ermee te stoppen. En ook gelijk al het beeldmateriaal weg te gooien. Maar nou, hier nog een klein laatste stukje. Het is vooral veel passen en meten. En soms is het extreem veel meten. Hier behoorlijk wat tijd genomen om dit stukje op te meten. En ze zeggen beter 10 keer meten en 1 keer zagen dan andersom. En dan is het natuurlijk ook altijd leuk om te zien of het stukje past. Nou, en dat past als een echt puzzelstukje en blijft zelfs hangen. Dus vastschroeven, dichtpurren en klaar. Over extreem veel meten gesproken, hier was het ook even een puzzel. Hier komt een valse houten wand. En op het stukje wat ik nu aan het maken ben, komen ook straks de vloerbalken te liggen. Dus het is nogal van belang dat dat op de goede hoogte komt. Nou, ik heb met een waterpas van alles geprobeerd, maar ik kwam er maar niet uit. Dus ik heb Rinus, de expert, er maar even bij geroepen. En uiteindelijk zijn we tot een oplossing gekomen dat we maar leven met het huis wat scheef is. En dat we daarop aansluiten, zo goed en kwaad als het gaat. Omdat dat het minste opvalt. Nou, hier maak ik het rekje op de grond, schroef ik in elkaar. En daarna kunnen we die
tegen de muur aan zetten. En dan kunnen we die straks aan de binnenkant bekleden met gips en dan afstuken. Het einde van de week alweer. Die eindigen we zonnig in elk geval. Na verschrikkelijk veel regen. Ja, jullie hebben in de afgelopen filmpjes allemaal kunnen zien wat we hebben gedaan. Maar nog even een toertje dan. Zonder een timelapse. Het huis zoveel mogelijk waterdicht gemaakt. Hier al een voorbereiding gemaakt. Hoop daar. Met de goot. Die wordt geïsoleerd. Je zou zeggen de goot geïsoleerd. Ja, dat is dus hier een klein smalle strook. En ja, dat is een onderdeel van de keuken. Dus die willen we ook isoleren. En boven, ik zou zeggen, het meeste zichtwerk tot nog toe. We hebben gewoon een heel dak erop gezet. En daarmee een echte kamer gecreëerd. Dat hebben we vandaag dichtgezet. En daar komt nog een ruit in. Dus volgende week verder beginnen we met het ventilatiebuizen in het plafond beneden. Gaan we ook al het plafond uitvullen. Dus die ga ik morgen zaterdag maar eens halen. En dan gaan we langzaam naar de vakantie toewerken. Nou, goedemorgen. Vorige filmpje eindigde ik met een groene warmte terug in installatie in mijn kofferbak. En nu ben ik bij de Hornbach. En ik heb net wat ventilatiebuizen opgehaald. Dus die ga ik vandaag eens plaatsen. Want Tony en Rinus willen graag het plafond uitvullen voor de vakantie. Zodat ik verder kan met de elektra. En dat is handig dat deze buizen er dan in zitten. Dus dat ga ik vandaag eens doen. Dus wish me luck. Ik begon in de vorige film al even over isoleren is ventileren. Hier alle spullen. Tenminste alle spullen. Een aantal. Dus we hebben wat groene flexibele buis. Die gaan we gebruiken op plekken waar het lastig is om ventilatie toe te passen. En die grote buizen zoveel mogelijk waar we bij kunnen. Want je wil eigenlijk dat de buizen zo groot mogelijk zijn. Want dan kan de lucht er langzaam doorheen stromen. En dan heb je geen fluitende kanalen. En dan hoeft natuurlijk ook de motor van de warmte-terugwinninstallatie minder hard te werken. Nou, waar komt dan allemaal die ventilatie? We willen hier twee punten komen. Daar zal de lucht worden toegevoerd. Hier in het toilet, bovenin. Uiteraard een afvoer voor alle geurtjes. Nou, in de technische ruimte, het is misschien niet per se noodzakelijk, maar omdat hier toch ook wat apparaten staan, en waaronder ook een wasmachine en een droger. Hier ook een afvoer, één punt. Dan komen we in de keuken. En in de keuken krijgen we drie punten. 1, 2, 3. Ja, hier wordt natuurlijk gekookt, dus daar wil je voldoende ventilatie hebben. En in de garage komen nog twee punten. Ja, hoe weet je nou hoeveel je nodig hebt? Dat is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid lucht die je moet toevoeren, dan wel afvoeren. Nou, hoe weet je dan hoeveel lucht je moet toevoeren of afvoeren? Er zijn online allerlei rekentoeltjes voor. En eigenlijk pakken die gewoon de waardes die zijn opgenomen in het bouwbesluit. Dat zegt dat daar een bepaalde hoeveelheid lucht in een verblijfsruimte moet zijn, in een badkamer. In een keuken, als je een keuken hebt die open is, is er weer iets een andere waarde. En dat vul je allemaal in. Kijk, dan heb je gewoon een heel aantal berekeningen. En je ziet hier de keuken dat er minimaal een afvoer moet zijn van 75 kubieke meter per uur, die mogelijkheid. Want de oppervlakte van onze keuken is 19 vierkante meter. Dus er wordt gerekend met vierkante meters oppervlak en aan de hand daarvan wordt dan de berekening gemaakt. Kijk, we hebben hier nog een garage, daar moet officieel 72 toegevoerd kunnen worden. Nou, elk ventiel kan tot een maximum van 75 vierkante meter per, volgens mij, uur toevoeren. Dus dat is ook gelijk de max. Dus op het moment dat je 75 moet kunnen toevoeren. In mijn geval zou ik dan wat safe spelen en er twee op hangen.
Dan zit je in ieder geval niet aan de max. En in de keuken voor de zekerheid nog 3. Want ik heb slechte verhalen gehoord over keukens waar dan te weinig ventielen hingen. En uiteindelijk het lang bleef stinken. Dus dat ga ik nu maar eens doen. Zo, de eerste ventilatie zit erin. De buizen in het plafond zijn vastgemaakt. We krijgen hier 2 uitlaten. Hier een inblaas en daar. En ik denk dat die linker, dat ik die nog een stukje naar links verschuif. Dus ik moet nog wat, moet hier nog een koppelstuk voor kopen en nog een extra buis. Je ziet hier dat we overgaan van 150 mm naar 125. Het komt omdat de ventielen, dus die dingen die je aan het plafond ziet zitten, die zijn 125 mm. Ik sta nu in de gang. Hier gaan ook 2 buizen, een aanvoer en een afvoer. Links is de aanvoer, rechts is de afvoer. Nou, dan hebben we vervolgens, gaat hij linksaf richting de kamer voor de aanvoer voor die 2 ventielen. Rechtsaf gaan we voor de aanvoer naar de garage toe. En nou, je ziet hier dat de buis ophoudt, dus daar ga ik maandag mee verder. En de afvoer die hier zit, is hier een dikke buis. En dat, die wordt ook kleiner hierboven. We gaan namelijk hier een ventiel krijgen voor het toilet. Dan gaat hier straks een buis naar rechts toe voor de afzuiging van de technische ruimte. En dan gaat daardoor de muur, gaat die buis verder, zodat we kunnen afzuigen in de keuken. In de keuken zijn we wel helaas genoodzaakt om een koofje te bouwen. Dus 1, 2, 3 ventielen voor de afvoer van etenslucht. Dus dan hebben we de ventilatie voor beneden erop zitten. Het is even een klusje, even gepuzzel. Want die buizen laten zich natuurlijk niet zo makkelijk vormen. Daar hebben we dus voor de moeilijke hoekjes nog dit plastic spul. Nou, een heel verhaal. Maar zo werkt dus het ventileren in je woning. Je moet er van tevoren goed over nadenken. Maar bij een huis zoals dit, waar je nog alle kanten op kan, is dat het relatief eenvoudig. Ten opzichte van een huis wat je, nou, waar je nog in woont en waar je zo'n klus moet uitvoeren. Dan wordt het wel echt, echt ingewikkeld. Hey, nou, het is weer weekend. Echt weekend nu. Ik ga lekker barbecuen. En ik zie jullie allemaal volgende week maandag weer. Doeg!